Vandaag ga ik even heel erg machtig beginnen, want ik heb hier een hele nieuwe vlak set. En ik wil even kijken of ik dus een mokersterk armor setje kan maken. Weten we nog niet zeker. De dodo's zijn hier lekker elkaar aan het bevruchten en daar hou ik van. Nou jongens, wat fijn. Fijn dat dat allemaal hier gebeurt. PT's leggen jammer nog niet zo heel veel eitjes. Dus alpha stemmen wordt op korte termijn ook wel lastig. Ik weet niet of we dus een soort egg collector hebben. Of dat een oviraptor dat misschien doet in de mod. Ik heb geen idee, daar kunnen we naar kijken. Hé, deze kan ik wel imbuwen, man. Ik weet hoe ramshackle kost dat. Wacht even. Imbu is wel duur, man. Ik weet niet wat imbu is. Oké, maar we moeten sowieso even hide pakken. Dat is één ding wat zeker is, hè. Wat is mijn gastje aan het doen? We moeten even hide hebben. Dus kan nog even iets meer. Zo. Zo. En ik zou op zich... Heb ik alpha bloed? Ja, ik zou op zich wel mijn metal pickaxe misschien eentje sterker willen maken. Of mijn pike. Ik pike dat ik daar het meest aan heb alsnog. Maar dan moet ik even alpha hide en alpha metal ingots meenemen. Dus ik ga deze even omzetten. Ja, terwijl dat dan wel lekker zo'n gangetje gaat, ga ik hier eerst even de normale hide in jonken. Hallo. Oké. Laten we beginnen met de leggings en de chest piece. Ik kan er dus ramshackle maken. Maar dat doet dus niks. Oh, armor rating to... Oeh, 300 armor heeft hij al. En zoveel duren. Oeh, dit is wel sexy. Ik ga niet liegen. Dit is wel... Nou, doe ik hetzelfde voor die. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Een beetje dat principe. En nu kom ik metal ingots tekort. Oké, dus dit is wel een ding. Dit is wel overduidelijk een dingetje. Wat heb ik dat slecht is in dat opzicht? Ja, ik denk helmet, man. Kan ik die nog boosten? Nou, niet echt. Dit kan dan weer net niet. Ja, maar op zich... Oké, hier kunnen we wel echt mee spelen, man. Dan kunnen we echt... Dan hebben we binnen een paar afleveringen wel echt endgame armor, om het zo maar te noemen. Dan kunnen we ook echt veel meer incasseren. Dat maakt het wel echt... Echt chill eigenlijk. Ja, metal moeten we ook echt even aan beginnen. Dat zijn ook wel gewoon echt feiten natuurlijk. En we moeten ook echt even een vault. Ook absoluut. Ja, ik denk qua metal zitten we echt wel goed hoor. Misschien moeten we maar gewoon een vault. Ja, kut, de CP. Die is echt... Oh, dat is echt een bottleneck, jongen. Ja, we kunnen het dus wel redelijk fixen. Alleen, nu moet ik een gas mask hebben. Dan kan ik echt CP farmen voor het leven, zeg maar. En tot die tijd is het allemaal een beetje het halve werk. Doe even de forges weer bij. Ja. Oké. Ah, trouwens, nee, dit kan ik wel maken. Juist! Valtje is gemaakt. Oh, kijk, eitje. 2 eitjes. Oké, dus hebben we 2 eitjes. Daar hou ik van, jongen. Oh, dan kan ik echt die productie gaande houden. Dat zit er zo lekker in dan. Nu kibbeltje, doe dit. Oh, carrots nodig. Oh, heb ik. Hoppa, kibbeltje erbij. Dus gewoon, in principe is nu 1 kibbel is 1 dino, zover ik het heb gezien. Als ik een beta killer kan vinden, zou het ook ziek zijn. Maar ik moet ook wel die betas nog gaan gebruiken voor... Oh, dit is een kleine vault. Dat is tering nice, gek. Waar gaan we je neerzetten? Ja, ik heb nu echt geen plek meer, man. Het is nu echt... Ik moet uitbreiden. Deze aflevering moet ik uitbreiden. Maar ik wil dat eigenlijk doen met metal meteen. Alhoewel, niet per se eigenlijk. Ik wil eigenlijk heel mooi bouwen. Ik denk dat ik die bedden gewoon even anders neer moet zetten ook. Ja, ik moet al die dino's weg. Ik moet gewoon een dodo-hokje maken. Oh, wat een mooi bed. Wat mooi. Even kijken. Volt. Wat mooi. Dat is mooi. Oké, je kan eigenlijk alles in doen wat ik heb. De building. Hoeveel cap heeft deze? Wel 350 cap, maar goed. Maar zal mijn rap prime meat heen? Geen idee. Oké, hou standaard scuba bij me een beetje. Want dat is toch wel eigenlijk heel erg lekker. De rest van de ding kan ik allemaal een beetje weg. En die ook bij me. Die soepjes kan ik wel bij me houden. Sleeping bags, chill. Chitting kan daar ook in. Eigenlijk dit allemaal. Kan allemaal hierin. Gewoon voor nu is dit eigenlijk best wel lekker. Oké, dan zijn we nu good to go. Ik ga beginnen. Ja, ik wil eigenlijk Black Pearl zijn. Maar ik ga even beginnen met die tricep collector gewoon in een boom janken. Dan hebben we dat gedaan. Is dat een beta-allosaurus? Hey, dat is het. Wat is dat? Hoe tem je die? Een poison wyvern. Ja, dan moet ik qua boom even kijken of ik het moet markeren of niet. Dat is eigenlijk ook wel irritant. Hij zit erin, maar ik bedoel meer... Hoe kom ik erbij, weet je? Ik heb geen grapple of zo. Ja, hij zit er wel in. Joink! Nou, op zijn minst hebben wij nu sap vrijgespeeld. We hebben nog gewoon sap. Sorry, sap. Niks persoonlijks. Ik bedoelde sap. 3 sap. Dat hebben we nu vrijgespeeld. Het voelt echt als Dr. Stone, dit, man. What the fuck is dat? Een alpha allo. Oh, dat is ook ziek. Ik kan nog even kijken of ik zo'n trilobite zie. Maar ze... Wat is dat? Die wyverns, jongen. Ik kreeg er helemaal benauwd van. Als hier trilobites zijn, wil ik daar gebruik van maken, zeg maar. Oké, ik kan de outline gewoon zien in K. Ik denk even het south checken, man. Daar heb ik ze wel eens eerder gezien. En dan denk ik hier ergens. Nee. Nu zit ik bij de... Oh, hier tussenin. Als ze hier zouden zitten, zou het echt top zijn. Titano. Alleen die trilobites loot op Ascendant zijn best wel lastig of zo. Soms heb je de hitbox niet helemaal lekker, snap je wat ik bedoel? Dat is echt... Oeh, dat is een beta dodo. Of HP is zoiets. Ik denk dat ik die ga killen. Ik moet hem echt slaan met de vuist. Nee, kom hier. Pak me. Kom hier. Kom hier. Hij is knock-out. Beta dodo, gek. Ja, niet... niet iets waar ik super kleverig van word, maar dit is wel nice, hoor. Dit is wel nice. Voor eieren is dit is de stap naar alpha, zeg maar. Oh, wacht maar. Wat was het voor een dodo? Is beter als female. Ah, male. Het is wel een male, man. Ja, goed. We kunnen de theorie nog testen, maar dan moeten we nu beta female hebben alsnog. Vette ruïnes, man. Ik zou alleen echt niet weten waar hier al die kistjes liggen. Oh, hier. Oeh, dat is een tech kistje. Ja, ja. Dat is XP, man. Dat is XP. Er is wel echt iets gaande op Herbie Island, man. Maar ik heb geen tijd. Is dat weer een beta-pt? Nee. Sommigen hebben echt die kleuren. Oh, oh, oh. Beta-dodo, wat is het? Ook een mail. Nee. Daar hebben we dus helemaal niks aan. Zo, ik was even blij. We hebben gewoon 2 beta-dodo's op een rij, joh. Maar, nah. Oh, dat is kut. Ja, dit plekje hier heb ik ze nog wel eens gezien. Was het hier? Maar ze zwemmen niet echt, hè. Ze kruipen meer overal rond. Ik vind het jammer dat ze die dingen zo verminderd hebben. Want eerst kwam je die echt heel vaak tegen. Heel vaak en heel veel. Fallen Aberration heb ik er toen ook echt gewoon goed profijt van gehad, zeg maar. Tegen de Cult Master, nee. Dat is nou echt akelig weinig, man. Ja, als ik dit eenmaal heb, jongens. Als ik eenmaal 1 gas mask heb, dan heb ik gewoon echt CP voor het leven, man. Daarom is dit zo belangrijk. Het is echt een heel nietig ding, maar... Als je hem eenmaal hebt, jongen. Boah, wat is dit nou weer? Weer zo'n hutje. Vrouw. Oh, dit is dan wel Jamie. Dan zit hij allemaal schattige hutjes te maken. Ik wist helemaal niet dat Jamie zo schattig was. Ja, ik denk niet dat ik ze ga vinden aan de kust, man. Dat had ik ze waarschijnlijk wel al gezien met mijn spyglass. Ik denk dat ik maar even over moet gaan naar plan B. Plan B, ook al bekend als plan speedboot. Oh, oh. Gast, hoppa, hoppa. Ja, 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 ja. Oh, 4 black pearls. Oh, 1 black pearl. En weer 4 black pearls. Get out of here. Nou, gewoon meteen gevonden. Perfect. En een bassie. 45. Zijn er nog meer, doe? Ik heb nu in principe genoeg, toch? We hebben sap. Ja, man, we hebben sap, we hebben black pearls. Dus gewoon weer Dr. Stone, hè, gewoon. Trink. Bemachtigd. Vooral even op stemmen aan letten. De wateren zijn wel echt van bijzonder leeg. Maar ik vind het eigenlijk wel goed, hoor. Want op de andere Ark Ascendant server, jongen. Pff, de PvP-serie. Damn, jongen. Daar is het water echt gevaarlijk. Echt frustrerend. Je wil niet weten hoe vaak ik al dieners ben verloren onder water. Gewoon door random haaien en noem maar op. En dan niet 1 haai, hè, maar meteen 45. Ik vind wel de flow, eerlijk, ik vind de flow echt heel lekker wegspelen. Een soort van de movement, de snelheid van het rennen, de snelheid van het zwemmen. Ik heb die idee dat ik echt heerlijk lekker kan doorpakken. Of, oh, dit is ook een mooie plek. Jezus, ik ben ik snel afgeleid. Hey, hier spannen ze ook vaak, man. Echt snel afgeleid weer, maar dit is ook wel echt een zieke plek, hoor. Wat is dit? Niks. Ja, man, deze plek is ook top. Deze plek is echt de shit. Hier had ik mezelf ook nog wel kunnen zien wonen. Dit is echt een hele mooie plek. Alleen bouwen is hier wat lastiger, denk ik. En uiteindelijk is je dinotuin. In ieder geval je binnen... Ja, kutte is dit water. Dit, zeg maar, deze overgang is te ondiep. Dus je kan hier nog geen vissen kwijt. Dat vind ik ook echt heel erg irritant aan dit soort plekjes. Oh, de game is wel mooi, man. Hier heb ik toen gewoond met Anunnaki Genesis. Lang, lang geleden. In een duister verleden. Voordat ik bijna dood was gegaan. Goeie tijd, goeie tijd. Oké, jongens, we gaan naar base. We gaan gasmasker maken en CP knallen, gek. Dan Industrial Forge, alles. Tenzij ik hier nog een beveldam vind, dan kan ik hem ook gewoon craften. Maar metal base neerpompen zou echt gewoon ook niet verkeerd zijn. Nee, metal gates wil ik eigenlijk liever. Hier kan af en toe nog een beveldammetje zijn, trouwens. Kan. Maar goed, ik ben niet de enige die er is. Joost en Jamie zijn er ook. Ik moet weten waar Joost woont, trouwens, man. Geen geluk met de dame. Geen geluk met de beveldammen. Jammer, jammer. Toet, toet. Hallo. Hallo. Oh, wow. Wow, nou, nu begint het een beetje krap te worden. Ik moet hier echt even de boel af gaan zetten, hoor. Anders wordt het echt... Wat level ben jij? 80. Beverdam? Potverdomme, die dingen zijn echt allemaal zwaar gestolen, jongen. Niet normaal. Want terwijl ik het niet heb gezien, hè. Gewoon onder de radar. Even ploep. Weg, Beverdam. Dat is pech. Beverdam weg. Yes. Oh, nou erop. Absorbent substraat, hey, please. Aardappel. Tuurlijk, precies wat bij me past. Een aardappel. Oh, ik heb nog maar 90 seconden die tech XP. Volgens mij weet ik er nog één te vinden, zo'n tech XP ding. Oh nee, dit kan alleen in een cambench. Rot op, hè. Oh, wat irritant. Wat irritant. 250 CP. En 250 electronics. Oh, wat irritant. Oh. Oké, dan moet ik even electronics maken. Oh, nee. Nee, toch. Dat meen je toch niet. Kut, man. Dat is irritant. Ja, de CP kom ik wel aan, hoor. Dan dit en dit erin. Ja, zo. Ja, ik kan dan kijken of ik de andere strategie kan runnen van gewoon heel veel chitin farmen. Ik zit nou alleen even te denken. 2 substrate maar nodig. Oké, dat kan ik maken met alles wat ik heb. Ik heb dus alleen echt een cambench nodig. En daarvoor heb ik echt nodig electronics. Eigenlijk is dat het enige wat ik nodig heb. Electronics. Hoe krijg ik snel 250 electronics? Onderwatercave. 250, dat is 750 parels. 750 parels. Dat kunnen wij, man. Dat kunnen wij. Ja, moet maar. Moet maar. Ik heb goede scuba. Fuck it, man. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Oh, ik weet al het perfecte plekje. Nee, ik weet het perfecte plekje. Ik kan nog drops farmen. Misschien daar nog geluk mee. Zit hier nog iets nuttigs in? Ja. Wel ziek, hoor. Ik zou dit ook nog even kunnen proberen, nu ik er toch in de buurt ben. Want hier... Oh, dan moet ik even onthouden waar die drops waren. Hier zijn gewoon goede drops als het goed is. Oké, daar hebben we er al eentje. Oh, jezus, die spin kwam naar om af, jongen. Is dat een alpha? Oh, dat is een alpha. Dat is echt een fucking alpha ook. Wow, dat was creepy. Dat was echt creepy. Ja, dag. Ik ga hier echt niet springen. Welke settles waren dat? Manta, Diplo, Carno, Megatherium, Carno. Oké. Niet iets wat ik snel ga tamen per se, maar... Ik kan nu even de weg niet vinden. Volgens mij moest ik gewoon de rechtermuur huggen. Als ik me niet vergis. Nou, dat er nog wel meer crates waren eigenlijk. Die zijn er waarschijnlijk ook, maar ik weet gewoon echt even niet waar. Als je geluk hebt, liggen hier trouwens ook parels. Kijk aan, dat is precies wat ik bedoelde. Hier, oh, pareltje, hallo, ponk. Oké, ik ga kijken of ik de cave kan vinden. Wordt wel lastig. But somebody's gotta do it. Let's go. Zo, ik hoop echt dat ik hem kan vinden trouwens. Zijn dat allemaal trilobites? Volgens mij wel. Of zitten daar Eurotripids bij? Nee, het zijn allemaal trilobites. Oh, die moet ik wel echt even shanken. Kijk, hier zit er één die ik dus niet goed kan looten. Nee, dit is echt de moeite waard, legit. Al is de shit in, de pearl, de black pearl. Oh, nou wordt het weer gevaarlijk. Bye. Ik hoop dat ik het herken, man. Ik weet dat het een soort van open veldje is. Kut, een aal. Dag. Is het hier? Nee. Tot ziens, hè. Dag. Dus mij is het ook niet zo dicht bij de border, trouwens. Mij is het iets hoger. Het zou hier ergens moeten zijn, dacht ik. Ik denk dat dit het is, eigenlijk. Dus mij is dit het. Ja. Paals mee. Ja, dit is hem. Dit is hem. Hé, dat ging echt nog soepel. Hallo. Hallo iedereen. Hallo gasten. Kijk hoeveel. Ja, hier ligt een hele cluster op elkaar. Hoppa, juist. Oké, campbench incoming. Oké, ja, we hebben wel meer dan die 750. Maar we doen even een rondje. We doen even een rondje deze cave. Nou mis je dat zweepje, jongen. Oh, hier ligt echt veel. Hier ligt echt ziek veel. Je ziet ze haast niet. Ik zit gewoon overal eten rammen, want ik zie ze dus gewoon niet liggen. Maar dat waren er nog best wel veel ook, 500. Ik ram gewoon overal E in. Lekker. Oké, dit ga ik wel even markeren. Dit is 4, 3 en dan 17. PC1 noem ik het. Hoeveel hebben we nu totaal? 2000. Oh, jongens. Oh, jongens. Lekker. Dan gaan we nu weer naar boven die water. Of gaan we eens die trilobite killen? Trilobite. Oh, hier zijn nog vet veel. Trilobite. Ik heb hier geen tijd voor, maar trilobite. Tot ziens, hè. Nee. Goodbye. What the fuck is dat voor mythische vis? Oh, Dunkleos dus. Zo is er wel mantas. Gek. Kijk al die olie. What the fuck. Wojo. Zo. Nou, daar gaat de speedboot weer. Scoot. Nou ben ik echt Poseidon, jongen. Met mijn badpak en mijn speer. Of ja, ik heb een drietand zou ik moeten hebben, maar... God damn. Zal ik even bij Jamie langs gaan? Joink. Hallo. Oeh, gaan we. Gast, we gaan lekker, jongens. Broeders, eerlijk. We gaan echt... Er zit echt een rap tempo in, jongen. Yo, dit is een rap tempo. Maar dan net niet. Ik heb mijn dolfijn nog eens gebruikt ook. Oké, we gaan hem pesten. Oh, dat is het verkeerde eiland. We gaan een beetje trollen. Kijken of hij het door heeft. Ik weet niet eens of hij bij de basis is eigenlijk. Ik hoop het wel. Zo, hij zit al te bouwen, jongen. Ja, ik ga ook bouwen binnenkort, hoor. Nee, ik doe liever met de CP. Dan kan ik veel meer. Zo, hij zit hier een hele Viking village te maken. Can I get a... Hanja? Denk niet dat hij dat hoorde. Ik weet gewoon zo op zijn dak zitten. Dit is al ziek, hoor. Wat heeft hij? Een normale Archie. Hij heeft nog geen... Oh, ja, hij heeft nog helemaal geen beta-dino's. Can I get a... Hanja? Nee. Denk het niet. Ik hoor een fabricator al. Oké. Hij is niet wel vet, hoor. Ja, ik moet ook even stepping up my game, man. Ik moet even een dodo-hokje maken. Of eigenlijk een eierhok. Chicken farm. Ziek. Maar nu gaan we eerst even hopenveel electronics maken. Hallo. Geen idee wat dat allemaal was. Maar dankjewel. Citronel. Is dat een electrical Archie? Electric Archie. Wat vet. Die wil ik hebben. Heel graag. Oh, en dit is sowieso ook een normale Archie. Is deze al geland? Het is wel slecht weer een Ark, jongen. Where's the sun? Ik neem het maar mee, maar het is niet de beste loot, weet je. Ik neem het maar mee. Ik moet even rode erop zien te vinden. Yeah, boys! Yeah! Halleluja. Daar zijn we weer. Let's go, let's go, let's go. Paals erin. CP erin. Ik weet even niet meer wat ik moet hebben. Maar we gaan even snel die absorbent shit maken. Metal. Poly. Oh, ik kan gewoon poelen. Wat ben ik aan het doen? Chemistry bench. Oh ja, electronics natuurlijk. Ja, dat was het probleem inderdaad. Dat was het probleem. 250. Pool. Oké, turn on. Doe het zo. Boom! Boom, suikerlakken. Is dat een rode drop? Dat is een rode drop. Oké, ik ga dit even doorkraften. Is die al geland? Volgens mij wel. Oh, perfecte timing. Oei! Ja, doe maar. Dankjewel. Ik denk wel dat ik even hier nu naartoe ga bouwen. Maar kan dat niet. Ah, op zich. Ik kan het zo op zich wel doen. Ik wil wel echt uitzicht hebben op het meer. Er is een steen die weg kan. Ah, het kan weg, maar het duurt wel heel lang. Godverdomme, we hebben 2k steen van één steen. Ah, oké. Dus ik kan ze niet stapelen, hè? Dat is wel irritant. Hier kan ik dus... Hij zou hier nog aan moeten kunnen, zou ik zeggen. Ja, kan ik beter... deze hele rij weghalen. Ja, dit wordt wat, jongens. Dit wordt allemaal heel mooi. Heel mooi. Ik heb niet helemaal de hoeken erin gezet en dat soort dingen. Maar ik ga voor nu eerst even hier een plaat maken. Kunnen we vanaf daar zeg maar doorwerken. Oh, gewoon een beta parasaur hier op mijn bek. Wat zeg? Ja, sorry jongen. Ik kom echt 2 foundations tekort. Oh man. Doe het even zo. Ik weet dat hij nu op de snaplijn zit van het juiste. Dus dat is goed. Zo, zijn de electronics intussen ook klaar? Dat zou ik echt top vinden namelijk. Bijna! Bijna! Oh, dat scheelt echt zo weinig. Zo, dan een beetje mooie redentjes poppen. Mooi. Ik weet nog niet echt wat ik hiermee wil doen trouwens. Misschien wel tof als je rondom het huis kan. Of is het dan juist vetter om... Nee, het is wel tof als je rondom het huis kan. Oh, dan kom ik hier ook letterlijk weer 1 van tekort. Oh. Nou, misschien ook wel tof om hier gewoon een rampje erbij te hebben. Kijk, we zijn plaats aan het creëren jongens. Plek! Ik ben nog steeds hier bezig. Dag. Tot ziens, hè. Joe. Bob. Ga je ook nog eieren leggen of wat? Nee. Oké, dit is klaar. En dan kunnen we nu eindelijk een chemistry bench maken. We did it. En daarmee... Ik hoop even dat dit in Jenny range zit. Kunnen wij... Oh nee, dit kraftje in beeld. Oh, ik heb genoeg. Absorbent substrate maken. En daarmee... We gaan door, we gaan door, we gaan door. Oh, uitje. Echt alles is altijd op hetzelfde moment een ei. Jeez, het lijkt er wel op ofzo. Heel veel eieren. Mag zij ook? Kunnen wij een gas mask maken? Oh. Ma. Ga. En misschien nog wel eentje eigenlijk. Oh. Nou, dat was echt even allemaal nodig, jongen. Maar we hebben het. We hebben 2 gas masks. We hebben eieren. We hebben zelfs een artefact. We hebben uitgebouwd. Yo, ik dacht even dat het een ei was. We hebben nog geen stappen naar alpha. Of ja, een klein stapje met de beta dodo. Beta. En hier moet ik nog een van de huis maken met glas en kristal en green. Is er glass nu of hebben we gewoon greenhouse? Ja, ik wil eigenlijk wel echt glas gaan gebruiken in plaats van greenhouse. Maar want greenhouse glitcht een beetje af en toe. Zo, ik weet niet hoe ik het mooi krijg. Dat is het meer. We kunnen het ook allemaal redelijk open houden. Ik heb nog niet echt... Ik ga even in Discord kijken of er mooie... Ja, dat is wel cool, man. Dan doen we dit als onderlaag. En dan bouwen we hier omhoog met pillars. En dan Dino Gay. Ja, kom maar goed. Oké, ik heb wel inspiratie. Alright, ziek jongens. Thanks voor het kijken. Ik zou het waarderen als jullie nog even kunnen liken natuurlijk. Als je de video leuk vond en kunnen abonneren. Het is kleine moeite, maar het helpt mij heel veel. En dan zie ik jullie in de volgende. Hey, spit!